Hij wil graag alles op rolletjes loopt. Ik vind het wel mooi dat hij nog steeds kan werken. Het gaat hem nog goed, hè? Het is wel knap van hem. Krijgt u de draad nog door het oog heen? Ja hoor, het gaat allemaal nog goed. Ja, dat lukt toch wel. U ziet het, het gaat nog, of ik het iedere dag doe, en iedere dag. U ziet sneller als u het vraagt. Nog geen trillende hand. Nee, met mijn vaste hand. Hij is nog vitaal voor zijn 90 jaar, Jan van Tilburg. Dagelijks komt hij nog trouw naar het familiebedrijf dat hij zelf oprichtte. Ik ben nu een broek aan het vermaken die dus enger moet en korter. Tegenwoordig is hij vooral te vinden in het naaiatelier, waar bijna 50 dames kleding van maken. En Jan, die werkt gewoon mee. Ik ben toch wel nog wel 50 uur in de week hier. Van 's morgens 7:30 tot 's avonds 6:30. 50 uur per week, dat is toch niet normaal voor een 90-jarige? Maar het is geen werken, hè? Het is zo'n beetje de zaak, een beetje begeleiden en ik sta ook niet meer op de loonlijst, hoor. Het is echt een hobby geworden? Ja, zo moet het zien, ja. Ja, ik kan thuis blijven als ik wil, dus dat is geen probleem. Nee, maar u doet het niet? Nee. Ik ben liever hier, dat is mijn gewoonte. Dat is 63 jaar dat ik dat al doe. En ik had ook thuis gezeten, dat is ook wel gezellig, maar... Ik zeg altijd, maar dan duurt me de dag te lang. Hier is je sneller om, dus ik ben liever hier. En wat vindt uw vrouw daarvan, dat u altijd hier bent? Ja, dat is aan gewoon, hè. Dus je weet niet anders. Maar ik kom ook een paar keer per dag naar huis en dat is hier recht tegenover. Ja, Bert, je weet het misschien niet, maar je wordt ook nog een beetje in het geval betrokken. Van de 90-jarige. Ja, ze... Ik wou aan het koken. Ze zorgt altijd voor een goeie lekker hapje. Ja, ja. Ja, weer dat. Ja. Bent u trots op hem? Heel erg. Ja, dat mag ook wel, hè? Ja. Kijk, nu voor de maken dat ik misschien straks naast mijn schoenen ga lopen. Ja. De dagelijkse leiding van de modezaak is tegenwoordig in handen van zijn zoon Peter. Een generatieconflict hebben wij eigenlijk niet gekend. Ik heb ook zijn advies altijd wel naar waarde weten. Schat, altijd goed naar hem geluisterd. En verder zijn wij het eigenlijk altijd eens gebleven. Maar mijn vader is ook niet iemand die van gisteren is. Die is nog modern bij de tijd. Die is nog van al het hele bedrijfsgebeuren op de hoogte. Welkom. Ja, je weet hier de weg al een beetje. Dus, dus. Als ik zo blijf ik doorgaan. Maar ja, hopelijk is het nog lang. Maar dan heb ik niet in eigen hand. Als ik hier niet meer goed kan verplaatsen, of ik hoor niet goed meer, of ik zie niet goed meer, dan stopt het vanzelf.